Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes hebben al een flesje gehad. Ik ga ze zo even aankleden. Want Lia moet naar school en ik moet even naar de winkel. Vandaag gaat Niels de hele dag niet thuiskomen. Die heeft eerst werk en daarna hebben ze een barbecue. En daarna zuipen. Bier en dat. Die gaan jullie vandaag niet zien. Tenzij die echt zat is, dan film ik hem. Ik voel me al van die duivelsoortjes opkomen. Hij moet maar kijken wat hij doet. Ik ben vandaag dus heel de dag met de kinderen. Wat ik eigenlijk normaal ook ben, maar dan moet ik heel veel dingen nu ook alleen doen. Kijken of we het gaan overleven. Ik denk het wel, we zien het wel. Ik heb ondertussen veel thuis gedaan, was opgeruimd en weet ik het allemaal. Nou, hebben we Liam opgehaald en zijn we lekker een kaasstengeltje aan het eten. Yay! Jullie heeft een beetje moeite met kauwen. Dan gaan we naar huis, dadelijk flesje melk drinken en naar bedje. De kindjes liggen op bed. Jordi is even prikkelarm natuurlijk. In bed is nog wel wakker. Ik ga heel eventjes eten. Ik ga mijn avondeten al eten. En dan hoef ik straks alleen nog maar een broodje te eten, want Niels is straks toch niet thuis. Dus dan ga ik dat doen en dan ga ik even Stranger Things kijken. Er staan nieuwe afleveringen op. Dus dan wil ik even kijken en dan vanavond eten de kinderen poffertjes, dus daar hoef ik ook niet zo heel veel voor te doen. Misschien dat ik er even een appeltje bij doe of wat dan ook, weet ik nog niet. Dus zien we van eigens. En dan gaan we gewoon kijken hoe en wat we doen. Maar eerst ga ik even lekker genieten van mijn pizzaatje. En als Jordi wakker is, doe ik hem na mijn pizzaatje lekker naar beneden. Hier is al iemand wakker. Zit je nou scheten te laten? Ben je gewoon aan poepen ondertussen? Stinkert. Je bent een stinkert. Maar wel mijn stinkert. Stinky. Ik heb al van alles gedaan. Nee, je kan de telefoon niet pakken. Nee. Hij vindt het helemaal niet leuk om te liggen, maar dat gaan we toch doen. En er is nog iemand wakker. Hi! Onze grote vent. Hallo! Komt mama jou eruit halen? Ja, doe maar vast houden. Kun je aan de mensen laten zien? Kun je nou zelf vloggen? Ja, doe maar zelf vloggen. Pak hem maar. Je moet alleen niet op de camera. Je moet zo doen, zo vast. Zo.
Dan zie je zelf weer. Nee. Zie je even zo doen zo. Ja. 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 Bye. Ja. Hoi, Tjoe. Hey. En toen was je weer beneden. Hun zitten lekker aan een chippie en een drankie. En er is er nog eentje wakker. Onze Jordi, die is ook wakker. Dus die ga ik ook even uit bed halen. Hi Jordi. Wat is er? Hi Vint, heb je lekker geslapen? Hm? Mwa. Oké, knuffel. Oké. Oh, lekker ding. Oké. Oh, lekker ding. Moet je eens opstappen? Dan kun jij. Oké. Goed zo. Mama gaat jou nou naar beneden brengen, want Joef zit nog beneden. Alle kindjes liggen eindelijk te slapen. Ik heb met Jordi nog op bed gelegen. Ik heb vaak zijn luien verschoond vanavond. Maar ze liggen allemaal gelukkig te slapen. En nu is het tijd voor mama even op de bank zitten. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Hoe was het feestje? Leuk. Ja? Kijk uit je telefoon. Ik heb gisteravond niet meer gefilmd. Ik was kapot. Ik was gesloopt vannacht. Daar heb ik nog met Liam nog zitten klooien tot 2:30. En jij was om? 2:30 thuis. 2:30 thuis. Nou, 4:30 ben ik toch nog uit geweest voor Jordi. En 6:00 was hier al iemand wakker. Ja, die hebben we net laten liggen. Ja. Niels was zo sportief om te zeggen, Wendy, jij bent met de kinderen zo druk bezig geweest. Ik heb gezopen, ik weet het. Maar s'avonds een vent, morgens ook een vent. Ik zorg voor de kinderen. Dus die heeft vanochtend de kinderen mee naar beneden genomen en ik moet blijven liggen. Ik moet zeggen, dat vind ik dan wel weer gedurfd. Toch? Ja. Ik had verwacht dat die gekitsend hier over de vloer heen lag, maar dat viel toch wel mee. Ja, dat was net, dat zou een bakertje verder zijn geweest, maar... Dan ben je op tijd gestopt. Mm-hmm. Moet je grenzen leren, toch? Meestal als Niels een feestavond had, dan kwam die kitsen thuis. Ja, dus ik zei al tegen Niels, ik zeg Niels, niet te veel zuipen, niet doen. Dat hij feestavond heeft, dat boeit me niet. Maar dat kitsen. Dat hoeft van mij dan ook weer niet. Dus. Ja. We gaan vandaag veel doen. Dus zij mag zijn alcohol eruit zweten. We zijn naar de winkel geweest en naar de Groenrijk. En nou zitten Liam en Jordi. Sam en Jordi, oh echt namen. Zitten lekker eventjes in hun eigen bubbeltje. Jordi vindt het helemaal leuk dat Sam erbij zit. Helemaal blij daarmee. Hier zit iemand te piepen. Hou op met piepen. Nou vindt Jordi het minder leuk. Hallo, ga met die dikke kont aan de kant. Je broer, ga met die dikke kont aan de kant. Je broer wil ook lekker spelen. En daar ligt de andere luilak. Het was van korte duur, maar goed hè. Wij gaan flesjes geven. Dan gaan de kindjes lekker naar bed. Gaat Niels het onkruid doen. Ik ga daar heel eventjes de douche in voor mijn haren te wassen.
zodat ik dadelijk naar de kapper kan. Dus jullie weten hoe mijn haar eruit ziet. Het wordt even een ander kapsel. Niet kort, maar gewoon gefatsoeneerd. En toen was ik geknipt. Ze heeft eigenlijk overal gewoon puntjes geknipt, een modelletje geknipt. Waardoor het, zeg maar, als ik er niks mee doe, prima zit. En ze heeft natuurlijk mijn pony gedaan. En die heeft ze in laagjes gedaan, omdat ik het eigenlijk het liefste zo heb zitten. Dus ja, het zit weer. En we gaan het nu weer langer laten groeien, totdat ik het weer nodig vind om naar de kapper te moeten. Ik heb al het een en ander opgeruimd en gedaan, zoals deze matten gedaan. Deze had ik van mijn moeder gekregen, die had ze nog over. Ik zei, nou, die wil ik wel, want dan kan ik het iets gezelliger maken. Dus we hebben nu zo staan. Hier staat de stoel van Jordi. Ik heb hier wat onkruid weggehaald en zo. Hier is Stana bezig. Liam en Sam zijn aan het spelen. Ik ben ondertussen eten aan het maken. En Niels doet dus wat de onkruid nog even wat weghalen. En dan kan ik nog even wat plantjes poten, want we hebben straks plantjes gehaald, dus dat moet ik ook nog doen. Maar dat kan ook straks nog, ook als de kinderen op bed liggen, natuurlijk. Dus dat kan dan ook nog. Hier beneden wil ik nog even het een en ander doen. Dus we blijven bezig. Wat eten we trouwens? Gebakken aardappels met een kipschnitzel en ertjes met worteltjes. De kinderen zullen voornamelijk worteltjes eten, want dat vinden hun lekkerder. En ik en Niels zullen dan voornamelijk de ertjes eten. Prima. Dus dat is wat we eten. We zijn dus lekker bezig hier en lekker gewoon ons ding aan het doen. Ik heb trouwens nog even gedoucht. En mijn haren gedaan. Het valt wel allemaal beter, dus daar ben ik blij mee. Ja, dat dus. Papa heeft de kindjes lekker hier aan tafeltje gezet. En dan zijn ze lekker watermeloentje aan het eten. Ja. Lekker hè. Gisteravond heeft Niels alles langs de schutting aan de andere kant onkruid vrijgemaakt. En geveegd. Hij heeft het laatste stukje nog opgeveegd wat ik nog vies had gemaakt. Ik heb hier nog een hele hoop opgeruimd. Niels heeft ook het schapje opgehangen, wat we al even opgehangen hadden willen hebben. We hebben daarna nog opgeruimd en toen zijn we bankzaken gaan doen. We hebben genoeg gedaan, zeiden we. Nu heeft Niels me laten uitslapen, want ik was vannacht weer wakker. En Liam die heeft ook nog zitten zeuren. En dan ga ik me zo dadelijk aankleden, kleding klaarleggen voor Niels en kleding klaarleggen voor de kinderen. En dan gaan we naar de Nettorama, gaan boodschappen doen. En we moeten ook nog even daar naar de kruidvat. En ja, dat dus. En de peetoom van Jordi is vandaag jarig, dus die moeten we ook nog even bellen. Die is waarschijnlijk op de boot, maar daar ga ik niet heen met de kindjes, want dat is gevaarlijk. Dan moet ik te veel opletten, dan gaat hem niet worden. Dus die krijgt zijn cadeautje van de week een keer. En we zijn onderweg. Ze hebben allemaal lekker dezelfde kleertjes aan. Gezellig. En wij gaan... ook zwart. Ja, wij ook zwart. Nou ja, jij hebt een andere... Ik heb een jurkje aan. Nee, ik heb een jurkje aan. Wij gaan even naar de Nettorama en onze winkeldingetjes doen en dan weer naar huis. Toch Niels? Ja. Want ja, hè? We moeten ook eten. Dus dat gaan we doen. We hebben de wagen vol gelaaien. Boodschappen gedaan.
We waren gewoon 180 euro kwijt. Ja, jij luikt allemaal in. Maar ik heb wel dingetjes die ik dus op had, tekort kwam. Heb ik allemaal nou op voorraad. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar van de week nog een keer naar de winkel voor verse spullen. Dus stel dat ik een keer iets met sla wil. Of dat ik... noem maar even iets geks. Stel dat ik in één keer besluit van ik wil broccoli. Dan hoef ik alleen dat te halen. Voor de rest heb ik alles in huis. We kunnen macaroni eten, we kunnen nasi eten, we kunnen alles eten. Dus... ja, ik heb voor vrijwel heel de week heb ik in huis. Alle boodschappen heb ik opgeruimd. En ik ga nu even lekker Stranger Things kijken. Niels is eventjes een vriend helpen en ik even lekker niks doen. Mag ook gebeuren. De kinderen liggen allemaal op bed. En ik even lekker op de bank samen met Joefie. Wij gaan een lekker toetje eten. Hoe doen wij zo'n toetje eten? Met twee lepels. Met twee lepels en een bordje. En dan geven we de kindjes allemaal wat. En we pakken zelf een paar happen. Leuk toetje? Nee, ik pak zelf. Zal ik natuurlijk even bewijs leveren dat ik het ook wel echt zelf eet. Meestal doe ik Jordi en Niels die doet de andere twee. Pak nou een hapje. Je bent echt flauw. Ik ben heel flauw. Ze zijn alle drie lekker in bad geweest. In de douche geweest. En ze zijn nu even hier. Papa is even beneden flesje maken. Kun je nou weer lachen? Sam was een beetje verdrietig. Ik heb de bedden verschoond. Ik ben nog even met wat was bezig. En dan... ja, de kinderen gaan zo naar bed. Ik wil eigenlijk klaar zijn voordat de kinderen naar bed gaan. Dus dan. We hebben nog even bank gehangen. We hebben opgeruimd, gestofzuigd, geteld, et cetera. Kindjes liggen lekker te slapen. En nu gaan we zelf douchen. Niels is al aan het douchen. En dan gaan we lekker naar bed. Dus bij deze wil ik deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.